is Pim! Vandaag ben ik bij de Trui alweer. We gaan een beetje het terrein verkennen. Dus aan de slag! Ik ga jullie... Mijn gezicht wordt niet gefilmd, maar ik laat jullie bij... Wat ik zie, laat ik dus nu zien. De Trui is standbeeld. Dit was eerder een fabriek. Wist ik eens niet. Skatebaan. Mooi hier de weg. Weer het standbeeld. Een fietsje. Wat staat hier dan weer? In 1754 min 1954. Aangeboren door het personeel. Geen idee. En hier hebben we een soort van lijst of zo. Ook echt geen idee. Iets met tatentuin of zo. Echt geen idee. Maar ja. Volgens het stelgebouw. Oh, geen idee. Dat zie je eigenlijk wel een beetje stil. De SSP-hal. Best chill eigenlijk ook wel. Het grote gebouw. Hier zitten wij allemaal in. En dat is ook al fucking vet. Dat is niet iets wat je 1, 2, 3 doet. En een computer. Dat doe je niet zo 1, 2, 3. Oeh, een steen. Nou, ik ga weer naar binnen. Laat ik binnen een beetje zien. Sesam, open nu. En we zijn binnen. Toch, eens kijk eens. Dit wordt super leuk. Nou, dan zijn we weer binnen. En hier binnen is het ook weer heel mooi. Allemaal buurtschilderingen. Plantje, opladertje, vader. Hey, jongen. Te editen. Ja. Zwanne. Ja, maar gisteren hebben wij, En dan gaan we naar de wc. Ja? Heb je al een soort van look of iets wat je moet tekenen, wat je dan doet als je vlog afgelopen is, waar mensen jou aan herkennen? Jo? Nou, we hadden het even zin als even een kort vraagje. Oh, dit heeft gewerkt als een soort van marine-achtig iets. Heel vet. Kijk, hier werd het dan gebouwd. Wow, zo zag het er dus vroeger uit. Best vet. Ik zit hier ook nu pas van het eerst. Ik zit een beetje rond te snuffelen. Maar dit is ook gewoon allemaal vette paardjes. Ik heb maar dat er glas voor zit, anders hadden jullie ingezet. Oké, de lid. Heel mooi, de zaden. Is dat nou een badkuip? Oh ja, dat is gewoon een badkuip. Kijk eens. Hier door de badkuip, kijk eens. Er is gewoon een waskuip hierin. Super vet. Ook allemaal stenen. Schalen. Nou, dit was dus het einde van de vlog. Dus tot volgende!